Als je business people opleidt, is het belangrijk dat je ze leert om te ondernemen. Aan het woord is Hans Limapo, rector van de FHR Business School. Hij sprak gisteren bij de opening van de Business Fair van het Bachelor of Business Administration programma. FHR organiseert deze beurs voor de derde keer. Het doel is dat studenten in groepsverband en op een gestructureerde en professionele wijze een business opzetten. Limapo gaf aan dat de mensen die opgeleid worden een business mind moeten hebben. En een business mind heeft een paar karakteristieken waarvan ik denk dat een paar hier zullen worden gemanifesteerd. Eén is natuurlijk dat je een mindset moet hebben voor efficiëntie. Je moet een mindset hebben om te proberen om met zo min mogelijk resources zoveel mogelijk toegevoegde waarde te creëren. Want dat is wat business is all about. En die resources die zijn verschillend. Die resources zijn een deel, zijn dat fysieke resources. Voor een deel is dat geld, waar iedereen altijd over klaagt dat het er niet is. Overigens, de studenten die hier zitten, die hebben, daar kom ik straks op terug. Maar geld. Maar waarschijnlijk een van de belangrijkste dingen is toch innovativiteit. Het vermogen om creatief te zijn. Het vermogen, zoals ik dat ergens ooit gehoord heb, om iets van niets te maken. En dat is innovatie. De studenten die meedoen aan de beurs zijn tweedejaars die het afgelopen jaar hebben geleerd hoe een business from scratch te ontwikkelen. Ze moeten het geld zelf bij elkaar brengen om hun business op te zetten en de vaardigheid hebben hun producten te verkopen. De directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Steven McAndrew, gaf aan dat zijn organisatie ondernemerschap hoog in haar vaandel heeft. Zij probeert daarom de regering ervan bewust te maken dat een goed ondernemersklimaat een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling. McAndrew juicht dit initiatief van de FHR toe. Omdat dat toch wel in principe jonge studenten bewust maakt van het feit dat ondernemerschap toch wel een keuze is. Het gaat niet alleen om in dienst te treden bij iemand, een organisatie, bij de overheid, noem maar op. Maar we hebben echt die ondernemers nodig. En hoe meer jongeren beseffen dat ondernemerschap een optie is, waarmee ze toch wel een goed brood kunnen verdienen, hoe beter voor Suriname. Dus ik ben, rector, heel erg blij met deze business fair. En in de toekomst, als je een beroep doet op de VSB, zullen we zeker weer klaarstaan om onze schouders onder het werk hier te zetten. Tot zover Steven McAndrew, directeur van de VSB, gisteren bij de opening van de derde Business Fair van de FHR School of Business. De beurs wordt gehouden op het terrein van de school en wordt vandaag afgesloten.